Nou, op een dag kwam mijn man thuis en hij zei: Rabia, ik maak me zorgen om de verharding in de samenleving. Ik wil verandering brengen. Ik ga de politiek in. Ik zei, velen hebben verandering geprobeerd te realiseren, maar het is hen niet gelukt. En wij zijn geen klassieke politieke figuren. Daarom gaat het lukken, zei hij. Hij had een droom van een vredig, voorspoedig Gelderland, waarin iedereen zichzelf kan zijn, in vrijheid kan leven, waarin we elkaar lief hebben, waarin we een verbonden samenleving hebben. Wij hebben samen in deze droom geloofd en samen de schouders ondergezet. Ik geloof in deze droom, want ik geloof in Nederland. Ik vind het belangrijk dat dit geluid van verbinding, van solidariteit, van geloof en hoop ook in de provincie gehoord moet worden, ook in de provincie weerklank moet vinden. Nou, de provinciale staten, dat is vergelijkbaar met een gemeenteraad. Hier worden beslissingen genomen over hoe we onze provincie inrichten. Maar de provinciale staten die houden ook toezicht op de gemeenten. De provinciale staten die kiezen ook de Eerste Kamer. En de Eerste Kamer maakt wetten samen met de Tweede Kamer. Indirect maak je ook invloed in de Eerste Kamer en in de wetten. De afgelopen tijd zijn we vooral bezig geweest met campagne voeren. Mensen bewust maken dat ze naar de stembus gaan. Want de opkomst voor de provinciale staten is erg laag. Waar we ons hard voor willen maken is dat we openbaar vervoer goedkoper willen maken. Wij willen ook dat er meer sociaal woningbouw gerealiseerd wordt in Gelderland. Zodat ook mensen met laag inkomen een dak boven het hoofd hebben. Wij willen ons inzetten voor een regionale sterke economie. Want een eerlijke samenleving, een inclusieve samenleving, dat kost geld. We hebben afgelopen jaren een minister gehad die vond dat groepen jongeren sympathiseerden met terreur. We hebben een minister-president die pleurop zegt tegen mensen. We hebben een rechtspopulistische politicus die minder, minder, minder scandeert. Dit heeft ervoor gezorgd dat groepen mensen zich vervreemd voelden van deze samenleving. Denk heeft een krachtig weerwoord geformuleerd. Vanuit onze idealen, vanuit die droom, willen we dat realiseren in de politiek. Als je dit ideaal deelt, stem op Denk.